De tegenstellingen in Nederland nemen toe. Je zou verwachten dat de bestuurders van Nederland dat probleem zouden aanpakken. Maar in plaats daarvan doet het kabinet precies het omgekeerde. Wij vroegen ons daarom af wie van de ASO's in dit kabinet volgens de Nederlandse jongeren de titel ASO van het jaar zou mogen dragen. We vroegen Janko Hegy of hij samen met ons de prijs zou willen uitreiken. Ik hoop dat ik zo lang mogelijk kan wegblijven bij de voedselbanken, maar ik weet het eerlijk gezegd niet. Het volgend jaar wordt wel erg onzeker. Toen Janko 11 was, kreeg hij een hersenbloeding. Daardoor raakte hij halfzijdig verlamd. Nu is hij een van de slachtoffers van minister Kamp. Ik wil ook werken. Het is alleen niet mogelijk voor mij om genoeg te werken om een normaal inkomen te krijgen, te verdienen. Zijn waarjong-uitkering wordt gekort en de sociale werkvoorziening kan hem niet meer helpen omdat minister Kamp er 650 miljoen euro weghaalt. Ja, sowieso ga ik er gewoon een paar tientjes per maand op achteruit. En op een inkomen van 900 euro is nou 40, 50 euro gewoon een heleboel. 1500 jongeren besloten daarom terecht dat minister Kamp de ASO van het jaar is. Ik zou erg graag willen weten van u hoe ik in godsnaam rond moet komen voor mijn waarjongenuitkering dadelijk als ik zeg maar nog maar zo weinig geld overhaal. Mensen die echt helemaal geen werkcapaciteit hebben, daar verandert er financieel niks voor. Mensen die wel werkcapaciteit hebben, daar willen we graag van die werkcapaciteit uitgaan. En willen we ook graag dat ze zoveel mogelijk in het gewone bedrijfsleven meedraaien. Dat is onze ambitie. Waarom krijgen ze dan geen begeleiding? Nou, er wordt heel veel begeleiding gegeven. Waarom krijg ik dan een brief van de sociale werkvoorziening waarin staat dat ik geen nieuwe aannames kan krijgen omdat er vanwege de bezuiniging een aannamestop is van nieuwe cliënten bij de WSW? Ja, het is een beetje moeilijk om iedere keer dat ik een antwoord geef dat je met een andere vraag komt. Ja, ik stel zeker dezelfde vraag, maar ik krijg alleen geen antwoord. Misschien wilt u de prijs meenemen? Ik laat hem graag bij jou. Ik wens jou het allerbeste. Nou, tot ziens. Jou wens ik ook het beste. Okay. Jongens, te kijken. De mens moet voorop staan in onze wereld. Niet iemand zijn werkcapaciteit. Daarvoor is een andere sociale wind nodig. Als we de wereld willen veranderen, dan moeten we samen een vuist maken en onze rechten opeisen. Rijk en arm, zwart en wit, samen voor een betere wereld, want een andere wereld is mogelijk.